Dan is het voorstel aangenomen. Gaan we naar uitvoering afvalbeleidsplan. Ik zou zeggen, dat is het hoofdmenu van vanavond. Het voorgesteld besluit laat om kennis te nemen van het inrichtingsplan en een positieve zienswijze af te geven op het inrichtingsplan. Er zijn amendementen aangekondigd en ik geef graag het woord aan de heer Veldman van D66. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik heb een drietal amendementen. Ik zal het even snel doornemen, jullie. De samenvatting eerst is C-praat inzamelen van plastic. Constateren dat het raadsvoorstel uitvoering afvalbeleidsplan voor ligt met erin de beleidsvrijheid de volgende tekst. De gemeente is eveneens verplicht waar mogelijk de afvalstromen separaat in te zamelen. Overwegen dat de inwoners in het huis momenteel de mogelijkheid hebben om plastic apart aan te bieden. In het voorgestelde plan deze mogelijkheid niet meer is opgenomen in de binnenstad. En het apart inzamelen van plastic bijdraagt aan een betere recycling. En daarom stellen we voor om het besluitpunt toe te voegen, namelijk 3, het realiseren van centrale afval, plastic afval inzamelpunt. Gaat over tot de orde van de dag. De toelichting, momenteel is het mogelijk dat de inwoners plastic uit de afvalstroom kunnen scheiden en dit apart kunnen aanbieden. Deze zakken worden periodiek opgehaald. De toezegging is eerder gedaan dat er bij de supermarkten of een ander centraal punt een inzamelpunt zou komen om deze afvalstroom in te zamelen. We zien graag in het voorstel geborgd dat deze er komen en zo mensen kunnen faciliteren die optimaal hun afval willen scheiden. De indieners D66 en de heer Jans van HEA. Amendement nummer 2. Het realiseren van centrale plastic afvalinzamelpunten maakt deel uit van de beraadslaging. Gaat u verder. Dank u wel. Het volgende amendement. Extra afvalpunt creëren aan de randen van de stad. Constateren dat het raadsvoorstel uitvoering afvalbeleidsplan voorligt met daarin de volgende overwogen locatiebepalingen. Overwegen dat de oude historische binnenstad diverse belemmeringen geeft in het plaatsen van containers of ondergrondse containers op korte loopafstand van de inwoners. De wethouder aangaf dat ook een afvalzak met de auto weg te kunnen brengen in het geval je toch met de auto toch in de auto stapt. En er feitelijk 3 mogelijkheden zijn om met de auto de binnenstad te verlaten. En op deze plekken ogenschijnlijk meer ruimte is om ondergrondse containers te plaatsen. En besluit daarom de volgende tekst toe te voegen. Onder 3 of 4, dat ligt eraan hoe de amendementen worden aangenomen. Onderzoek te doen naar het plaatsen van ondergrondse containers aan de randen van de stad. En deze voor iedereen toegankelijk te maken. En gaat over tot de orde van de dag. Toelichting, we begrijpen dat er plekken in de binnenstad zijn waar het zo goed als onmogelijk is om ondergrondse containers te plaatsen door belemmeringen in en of boven de grond. Maar aan de randen van de stad lijkt deze belemmeringen niet te zijn en inzamelpunten op deze locatie zouden een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het aanbod. Door deze voor iedereen toegankelijk te maken bieden we onze inwoners de mogelijkheid om onderweg naar bijvoorbeeld werk of iets dergelijks eenvoudig een afvalzak weg te kunnen brengen. Indieners meneer Veldman van D66 en de heer Janssen. Hey, ja. Amendement nummer 3. Maakt deel uit van de beraadslaging. Gaat u verder. Dank u wel. De laatste samenvatting draagvlak en evaluatie inrichtingsplan afvalzameling na 1 jaar. Constaterende dat dit raadsvoorstel uitvoering afvalbeleidsplan voorligt met daarin een verwijzing naar de beleidskaders waarin de afstand van maximaal 250 meter tot een afvalinzamelingspunt staat geformuleerd. En tevens de maatregel om met behulp van een bakfiets, uitvoerend werkzaam, mensen die minder goed ter been zijn te ondersteunen. Overwegend dat het draagvlak onder de burgers cruciaal is bij het invoeren van een nieuw afvalbeleidsplan. De Enkhuizen bevolking sceptisch is tegen deze veranderingen, met name de mogelijke afstand tot een inzamelpunt. De praktijk gaat uitwijzen of het theoretische beleidsplan passend is en of de maatregelen met werkzaamheid ook daadwerkelijk werkbaar zijn. En participatie van burgers bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid en de politiek. En besluit erom het volgende punt toe te voegen. Punt 3 of 4 of 5. Een evaluatie uit te voeren na 1 jaar gericht op de gebruikerservaring met betrekking tot de afstand en de dienst van werkzaam. Met behulp van burgerparticipatie. En gaat over tot de orde van de dag. Toelichting. Het is ons al jaren door in het oog dat onze prachtige stad 1 keer per week al het vuilnis in een groot deel van de binnenstad in vuilniszakken aan de weg wordt gezet. De overlast is groot en de inzameling is verder van milieuvriendelijk. We kunnen en moeten straks meer gaan scheiden en dit plan voorziet daarin. Voor de meeste mensen zal de afstand tot de inzamelpunt zeer acceptabel zijn. Er zijn echter ook zorgen over de inwoners die een grotere afstand moeten afleggen of mogelijk slechte been zijn. We vinden de maatregel met werkzaam zeer goed gevonden en zien ook graag dat deze, dat we deze in de praktijk nog wel getoetst willen hebben of dat die zich moet bewijzen. Daarom zijn we van mening dat we over moeten gaan tot het invoeren, maar deze groep wel moeten monitoren door na één jaar hier specifiek op te evalueren. De indieners, de heer Veldman D60 en de heer Jans van Heer.
Dank u wel. Dat is amendement 4, maakt ook deel uit van de beraadslaging. Het is dus duidelijk. U hebt suggereerd bij alle drie de ingediende amendementen, dat is dan punt 3 aan toevoegen aan de besluitenlijst. Maar naarmate er meer van uw amendementen worden overgenomen, kunnen dat 3, 4 en 5 worden. Dat is helder. Ja. Goed, dan dat was het tevens uw eerste termijn. Nou, ik wil nog even kort wat zeggen. Ja. De afgelopen jaren hebben D60 en ook HEA diverse keren geïnformeerd naar de voortgang. We zijn ook blij dat we deze stap nu gaan zetten. In de commissie was er ook veel aandacht voor de mogelijke negatieve effecten, met name op het gebied van die bereikbaarheid. Nou, daar hebben we een aantal voorstellen voor gedaan om te hopen om die zorg weg te nemen, zodat we nog meer kunnen kijken naar datgene wat hier denk ik heel goed is in het voorstel. En dat is echt het feit dat we het ondergronds gaan doen, dat we het gescheiden gaan inzamelen wat beter is. En ook dat we af zijn van de vuilniszak en daarmee het mogelijke zwerfafval uit het straatbeeld. Dus dank daarvoor. Goed. Verder met de eerste termijn, meneer Jans. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is duidelijk dat wij de amendementen van meneer Veldman volledig steunen. Want toen wij de stukken lazen, toen viel ons ook op, waar moeten we met het PMD heen? Ik kon het niet terugvinden. En de zakken die nu soms de afvalbakken versieren, die gaan weg. Iedereen moet dat zelf maar oplossen. En dat vinden wij ook geen goede zaak. We zijn bang dat iedereen het dan maar in de grijze zak gooit. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Nou, we horen graag de reactie van de wethouder op de amendementen. De vraag die we verder nog hebben, en we zullen het kort houden, maar dat is niet altijd makkelijk voor me. Dat is zo. Oké. Okay. Hoe lang de overeenkomst met Werkzaam, hoe lang geldt die en wat zijn de kosten daarvan? Wordt de overeenkomst met HVC herzien nu het voor hun een stuk goedkoper wordt om vuil op te halen? En wie betaalt de aanleg van de containers of doet voorlopig HVC dat? Dat is een technische vraag. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Planning is 2024 invoeren. Is dat haalbaar? En wanneer is de evaluatie gepland? Dank u wel. Ik meen dat er sprake was van zelfreinigend vermogen van de gemeenteraad. Maar goed, we gaan door met de meneer Ermis. Meneer Ermis van de SP. Dank u wel, voorzitter. Het ophalen van afval met bakfietsen is niet iets nieuws in ons land en daarom heeft de fractie van de SP contact gezocht met gemeenten waar dit ook het geval is. In Enschede halen ze het in het stadscentrum afval op met 4 bakfietsen in de binnenstad. Zij doen dat omdat containers uit de binnenstad zijn verwijderd en daarmee willen zij de leefbaarheid vergroten. Dat geldt overigens ook voor onze binnenstad. En je kan je daar aanmelden via een app. In Enschede willen ze dit in april evalueren. En misschien kan de wethouder dit in de gaten houden. We kunnen ook een burgerpanel onderzoek doen, te zijn de tijd, over hoe de inzameling wordt ervaren. We kunnen dus ook leren van andere gemeenten in Nederland. Want Enschede is niet de enige gemeente. Amsterdam, Delft, Leiden en vast genoeg andere steden waar dit wordt gedaan. Overigens wordt het in Enschede inzamelhelden genoemd. De mannen of vrouwen die dit ophalen. Over de amendementen 1 en 2 van D66, daar gaan wij niet in mee. Wij hebben goed naar de wethouder geluisterd en gehoord hoe lastig het is gebleken om locaties te vinden in de binnenstad. En vanwege het historische karakter en alle bekabeling die in de grond ligt. Wij gaan ervan uit dat dit goed is onderzocht. Dank u wel. Dank u wel. VVD, de heer Overwijn. Ja, dank u voorzitter. De amendementen vinden we eigenlijk alle drie wel sympathiek. Eigenlijk heb ik alleen een vraagje over amendement 3, het extra afvalpunt aan de rand van de stad. Daar wordt eigenlijk gesproken de containers voor iedereen toegankelijk maken. Moet ik daarmee opmaken dat dit ook voor onze buurtgemeente gaat zijn. Want er wordt niks gesproken over een pasje. En dan zal ik 2 afmaken, dan ben ik meteen klaar. En amendement 4 wordt eigenlijk gesproken over een evaluatie van een jaar. En vinden we dat niet een beetje kort? Want je zal toch met een aanloopperiode zitten. Dus het zou mij wenselijker zijn om daar 1,5 jaar van te maken bijvoorbeeld. Dank u wel. Meneer Veldman, het is een regulier agendapunt. U krijgt aan het einde van de eerste termijn de gelegenheid. Okay. Ja? Ja? Zijn er nog anderen? Nee? Nou ja, dan bent u toch aan de beurt. Meneer Veldman.
Ja, ik hoorde de heer Overwijn zeggen een aanloopmoment. Dat is als het gaat om mensen die slechte been zijn misschien. En daar zit ook denk ik het item waarom we voor kiezen om het wel met een jaar te doen. Juist omdat je deze groep in de gaten wil houden en dat niet onnodig lang wil laten duren. Uiteraard moet het wel praktisch zijn. Dus als daar uiteindelijk de ruimte is om dat iets later te doen, is het ook prima. Maar de intentie is om het in ieder geval wel vrij snel na het invoeren te doen om te kijken of dat passend is of niet. En wat betreft het pasjes, ik kan me zo voorstellen dat we als binnenstadsbewoner een pasje krijgen om te openen. Dat er verschillende containers op mijn pasje gaan werken straks. Ja. En ik kan me voorstellen dat iedereen die zo'n pasje heeft, dus bij al die containers aan de rand van de stad kunnen komen. Ja. Maar dat is de technische uitvoering. Dank u wel. Burgers aan het college. De heer Bijman. Dank u wel, voorzitter. Nou, ten eerste zou ik willen beginnen met de opmerking dat ik blij ben dat er over het algemeen heel positief hier in de Raad op gereageerd wordt. En dat ook de amendementen een hele positieve insteek kennen. En ook daarin beschreven staat dat men op zich enthousiast is over het inrichtingsplan. Daar ben ik heel blij mee, want het heeft best wel heel veel moeite en tijd en ook geld, zowel van de gemeente als van de HVC in ambtelijke uren gekost om dit plan zo ver te krijgen als dat het nu is. Dat het klaar is voor uitvoering. Daarmee kom ik ook meteen op een van de eerste vragen. Is uitvoering in 2024 haalbaar? Ja, dat is nu zeker haalbaar, omdat we zoveel voorwerk gedaan hebben. En ook de locaties die nu voorgesteld worden allemaal al zijn onderzocht of het wel mogelijk is. En ja, op deze locaties is het mogelijk. En er zijn in de tussentijd best wel heel veel locaties afgevallen waar het niet mogelijk bleek te zijn. Meneer Jans van Heer vraagt ook, van, ja, waar moeten we dan met het PMD heen? Ja, er is voor gekozen om niet voor voorscheiding, maar voor nascheiding te kiezen. Dus dat betekent dat het plastic en het alle PMD in de grijze bak gaat, waarbij dan gekozen is voor nascheiding. Ja, is dat goed? Is dat beter? Het is een mogelijkheid. En ik denk dat voorscheiden altijd het meest optimale is. Maar omdat we eerder geconstateerd hebben dan dat in onze krappe binnenstad niet mogelijk was om nog veel meer containers neer te zetten, is er eerder al gekozen voor nascheiden. Vandaar dat de uitwerking van dit plan op deze manier vorm heeft gekregen. Interruptie, meneer Veldman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik meen me te herinneren toen we dit plan bespraken inderdaad, dat we toen wel eens hebben aangegeven, het is eigenlijk een stapje terug wat betreft de plastic, want dat deden we apart scheiden, dat gaan we nu, dat heeft te maken met de keuzes die daarbij zijn. Maar er is toen wel aangegeven dat voor de mensen die dat willen en die dat gewoon met behulp van die plastic zakken nog steeds zouden willen verzamelen, dat we die een mogelijkheid zouden geven om dat nog wel steeds te kunnen doen. Dus dan is het geen verplichting, want je kunt het gewoon bij het restafval doen. Maar zoals we weten is de bronscheiding de beste manier van scheiden. Dus als mensen dat zouden willen, dan zouden we het graag faciliteren. Vandaar ook het verzoek om te kijken of dat mogelijk is. Toegezegd. Dat ja. De wethouder vervolgt zijn betoog. Ja, ik ga niet ontkennen dat de beste manier van afvalscheiden is. Daar ben ik met u eens. Er is natuurlijk wel altijd een mogelijkheid omdat we in het afval, bij het afvalbrengstation, wat we hier gelukkig in Enkhuizen hebben op het industrieterrein, altijd je plastic kan brengen, zoveel als je wil en op elk moment dat je wil. Dus die mogelijkheid die is er en die blijft ook. Ik stel voor, want ik vond uw amendement over evaluatie een heel goed idee. En ik wou eigenlijk voorstellen, ik vind zelf een jaar wel erg kort. Ik dacht meer dan 2 jaar, maar goed, ik hoor uw collega zeggen 1,5 jaar. Nou, daar kan ik ook prima mee leven. Ik stel voor dat we uw oproepen in andere amendementen meenemen in de evaluatie. Want er is nu natuurlijk geen rekening mee gehouden. Er was ook een vraag met van, ja, wat gaat dit allemaal kosten? Nou, we hebben nu de overeenkomst dat het allemaal past binnen het budget wat ervoor vrijgemaakt is. En dat ook de ophaalkosten niet veranderen. Dus op dit moment hebben we daar geen andere kosten aan dan dat we die nu al maken. Op het moment dat we nu natuurlijk extra
containers gaan plaatsen, dan krijg je weer een nieuwe situatie. En dan moeten we echt wel goed nadenken over van ja, hoe gaan we dat doen met pasjes, hoe gaan we, welke plekken willen we dan, over hoeveel containers hebben we dan. Dus ik denk dat het een goed idee is om nu eerst dit te gaan experimenteren, te gaan uitvoeren en te gaan ervaren met elkaar. En dat we uw oproepen meenemen in de evaluatie. En als dat dan nodig blijkt te zijn, dan kunnen we dat alsnog gaan uitvoeren op die manier. Daar wou ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Tweede termijn. Een interruptie? Interruptie. Robert. Bij de vorige wethouder, toen dit onderwerp werd behandeld, is al min of meer toegezegd dat er onderzoek gedaan zou worden, of in ieder geval dat er onderzoek gedaan zou worden dat er mogelijkheid was, of naar de mogelijkheden bij een plastic inzameling bij de supermarkten, of in ieder geval daar in de buurt. En u gaat daar nu overheen praten, dat is niet prettig. Ik zie onrust op de arm, achter u. Onrustig. Is er behoefte aan consult of gaat u gewoon door? U gaat gewoon door. Werd er erbij, man. Ja, natuurlijk is die toezegging gedaan door mijn collega, dus ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar niet exact het rechte van weet. Maar het is op zich wel bijzonder op het moment dat je afspreekt met elkaar om naar nascheiding te gaan, om dan toch evengoed bakken aan de randen van de stad willen te gaan zetten. Of bij de supermarkten, maar in de commissievergadering heb ik dit punt wel ook toegelicht dat bij de supermarkten wel degelijk navraag gedaan is en ook onderzoek gedaan is of die mogelijkheid er was. En bij de supermarkten is die mogelijkheid er niet. De supermarkten zitten niet te wachten op plastic bakken naast de glasbakken die ze op dit moment hebben. Dus vandaar dat wij na dat onderzoek dit hebben laten rusten. Dus er is wel naar gekeken. Nogmaals, mijn oproep is nu laten we dit meenemen in de evaluatie. Tweede termijn. Wie kan ik het woord geven? Eenmaal. Andermaal. U wilt het woord? Als ik heel even kort met de tweede. Ja, zeker. Meneer Veldman. Ja, dank u wel. Even afgestemd met de mede-indiener. En we gaan mee in het voorstel. En wat we doen is, we houden de eerste twee abonnementen dan even aan voor nu. En als u toezegt om ze mee te nemen in de evaluatie, dan blijft inderdaad alleen het abonnement betreffende de evaluatie al dan niet na anderhalf jaar. Dat klinkt sympathiek, maar kan niet. Want een amendement is een amendement, is een tekstwijziging. Dus dan zouden we de amendementen moeten vertalen naar een motie mee te nemen bij de evaluatie. Nou, de evaluatie zou ik wel graag als amendement willen toevoegen. Ja, dus dat betekent dat u zegt nummer 4... Die blijft. Ja. En 2 en 3? Die worden aangehouden. Ja, maar je kunt een amendement niet aanhouden. Want nou, dan de tekst neem ik ze terug en dan hou ik ze in de achterzak. U kunt ze later indienen. U kunt ook zeggen van we maken er een motie van mee te nemen naar enzovoort. Dat kan. Ja, doen we dat. Is daar een schorsing voor nodig om dat netjes te doen? Ik kijk ook even naar de ambtelijke staf. Of kunnen we gewoon zeggen van nou, amendement 2 wordt motie A. En amendement 3 wordt motie B. En we nemen ze mee. Dat heb je dan nu gezegd. Dat komt in de besluitenlijst naar buiten staan. We nemen ze mee bij de evaluatie. Ja. Ja? Oké, doen we het zo. Dus dan worden amendementen 2 en 3 ingetrokken. Worden vertaald naar moties. Die worden meegenomen via de besluitenlijst naar de evaluatie in de toekomst. Die, althans, als dat amendement 4 er wel komt. Goed. Nou, begrijp je het allemaal nog? Nee, voorzitter, nee. Nog even stemming worden gebracht, zeker. Nog even één ding, dat het amendement dat wel in stelling gebracht wordt, moet dus even de termijn gewijzigd worden van een jaar naar anderhalf jaar. Ja? Ja. Amendement 3, 4. En van de andere twee heeft u naast de motie een toezegging dat we dat gaan meenemen. Een jaar wordt veranderd in anderhalf jaar met instemming van de indieners, meervoud. Ja. Voorzitter.
Meneer de Jong. Ik wil nu even heel duidelijk weten waar wij zo meteen voor gaan stemmen. Want het wordt nu van alle kanten wordt er van alles gezegd. Ja, als er behoefte is aan een schorsing, snap ik dat ook. A komt erin, B komt erin, C wordt eruit gehad. En we beginnen met D. En dat en dan ben ik klits kwijt. Nou, wat er nu ligt, voor alle helderheid, als u daar na mijn uitleg zegt van nou, we hebben toch behoefte om even te schorsen en het goed scherp te krijgen, dan doen we dat gewoon. Dan gaat één poging wagen. Wat er nu ligt, er liggen de amendementen 2, 3 en 4. Waarbij 2 is de plastic inzameling en 3 is de inzamelpunten rand van de stad. Daarvan zeggen de indieners, oké, nu die aan de orde, maar wel bij de evaluatie die in 4 zit gebakken. Dus 2 en 3 worden als amendement ingetrokken, maar worden omgezet in moties, motie A, motie B, mee te nemen bij de evaluatie. Als die evaluatie er komt. Want het is natuurlijk wel amendement 4. En amendement 4 wordt gewijzigd. Er staat nu 1 jaar, wordt 1,5 jaar. Dus wat er zo meteen in de stemming gaat gebeuren, is dat eerst dat amendement 4 aan de orde komt, die evaluatie. Als die wordt vastgesteld, nou, daarna komt sowieso het voorstel, eventueel gewijzigd. En daarna komen die 2 andere in de vorm van moties A en B op langs. Ja? Hebben we hem? Ja, het is einde van het jaar, denk ik dat feestdagen zijn, maar dat valt tegen. Dat is ook gewerkt. Mevrouw Keesman. Nou, ik dacht misschien kan het gewoon heel eenvoudig, want de wethouder heeft toegezegd dat hij dit omarmt en meeneemt bij de evaluatie. Dus volgens mij is dat veel simpeler voor ons allemaal als de wethouder die toezegging doet om het mee te nemen bij de evaluatie als het amendement van de... wordt aangenomen van de dat amendement over de evaluatie wordt aangenomen. Dus volgens mij zijn we dan klaar en hoeven we niet te goochelen met motie A, motie B, amendement A, B, C. Even praktisch. Ja, fijn hoor, Nestor, waar we de houden erbij hebben. Ja, ik vind het best, dan ligt het alleen dus niet vast, alleen de toezegging van de wethouder. Ja, dat ligt vast. Dat hebben we op beeld. Ja. Dat hebben we op beeld. Als dat voor de indieners genoeg is. Dan gaan we even terug. Amendement 2 en 3 worden ingetrokken. Amendement 4 wordt aangepast. Van 1 naar 1,5. That's it. Oké. En de wethouder doet de toezegging. Ja. Dank voor de ondersteuning. En de wethouder doet de toezegging. Dat is duidelijk. Twee toezeggingen zelfs. Dank voor de ondersteuning, mevrouw de Nestor. Helemaal goed. Nou, maakt het een stuk simpeler. Is er nog verder behoefte aan beraadslaging of kunnen we door? Gaan we stemmen. Goed. Dan is nu aan de orde het gewijzigd amendement 4. Evaluatie inrichtingsplan na 1,5 jaar. Wie is daarvoor? Algemene stemmen, vastgesteld. Dan het uitvoering afvalbeleidsplan in gewijzigde zin. Wie is daarvoor? Ook algemene stemmen. Nou, zijn we er eenvoudig uit. Soms kan het even zo simpel zijn.